Er is een dorp in Nederland, misschien dat je het kent. Daar gaat het leven anders dan je bent gewend. Yoga! Het is een mooie wereld hier. Het is een mooie wereld hier. Vol van avonturen en van spanning en plezier. Het is een mooie wereld hier. Het is een mooie wereld hier. Zelfs als je alleen bent, heb je toch plezier voor vier. Daar ben je. Dankjewel. Ah, daar zijn ze weer. Hun goudmijntjes. Ja, ze gaan als een tierenlier. Mm-hmm. De kinderen willen alleen nog maar toverballen. Ochtendhumeurtje. Zeg, heeft u toevallig Egbert gezien? Gezien? En helaas ook gehoord. Hij loopt daar verderop zijn stomme liedjes te zingen. Dank u wel. Bah. Goedemorgen, meneer. Hé, toverballen. Wat lekker. Ja. Dat heb ik niet meer op sinds mijn kleutertijd. Wilt u een zakje? Ja, graag. Zo, dat is dan 50 cent, meneer. 50 cent? Ja? Zoveel? Bah, nou, dan denk ik dat ik toch maar wat anders neem. Denkt u er dan maar rustig over na, meneer. Ah, jonge dame, kan ik je eerst mee helpen? Een zakje toverballen, alstublieft. Ah, zo toevallig. Ik heb net een zakje hier. Alsjeblieft. Ho, zullen we nou beleven? Ik ben aan de beurt, jij niet. U heeft toch nog geen keuze gemaakt, meneer? Desalniettemin is het nog steeds mijn beurt, of niet soms? Ja, en bovendien, ik kan altijd nog kiezen om toverballen te nemen. Dus dan is dat mijn zakje toverballen. Dus u wilt een zakje toverballen? Momentje. Het is dus 50 cent voor een zakje toverballen. Er gaan ongeveer 20 in. Dat is dus 50 gedeeld door 20. Dat is dan ruim 2 cent per toverbal. 1 toverbal graag. 1 toverbal? Nou, vooruit 2 dan. Maar meneer, ze gaan per zakje. Hoe zit het dan met die sneeuwkaramels? Hoe duur zijn die? 40 cent per zak. 40 cent per zakje? Voor een snoepje met een beetje poedersuiker. Trouwens, weegt u dan alleen het snoepje of gaat dan ook de poedersuiker mee? Allebei. Belachelijk. Dan hebben we daar ook nog de boterruitjes. Hoe duur zijn die? 40 cent per zakje. Ja, en zijn die dan gemaakt van roomboter of van margarine? Van roomboter. Oh, daar hou ik niet zo van. Trouwens, van margarine ook niet. Ik hou eigenlijk helemaal niet van boter. Bah. En die kaneelkussentjes, hoe duur zijn die? Die zijn 30 cent per zak. Ah, dat gaat de goede kant op. Nee, laat maar. Daar zit natuurlijk heel veel kaneel op en dan smaken ze zo pittig. Dropsaafjes dan. Hoe duur zijn die?
40 cent per zakje, meneer. En zijn dan alle staafjes even duur of zijn de oranje goedkoper dan de blauwe? Hmm. Hey, gierigaard. Kom eens op met een tientje. Hoezo? Ik heb gisteren een uur langer al gewerkt, ja. Dat weet je toch? Dan maak eerst alles maar eens fatsoenlijk schoon. En dan zien we daarna wel verder. Aad buiten. Hey Moppie. Hey. Ga je op vakantie? Ja, met Egbert. Oh, veel plezier. Dank je. Oh! Mitte? Jelger! Wat doe jij nou in Belle de Plons? Ik ben in op vakantie, maar de camping zit al helemaal vol. Kan ik bij jou logeren? Oh, dat gaat niet. Ik ga zelf op vakantie. Maar wat moet ik nou dan beginnen? Hey Moppie. Luister eens even naar Annie. Wat dacht jij ervan om in deze kroeg te blijven logeren? Kan dat? Jammer natuurlijk. Nou, graag. Nou, dat is ook opgelost. Veel plezier met het. Doei. Dag. Nou, dat is dan een tientje per nacht. Dankjewel, Mop. 50 cent voor die framboosjes. Nou ja zeg, dan kan ik beter echte frambozen kopen, want die zijn bijna net zo duur en veel gezonder. Wat is dat daar? Haknoga, meneer. Haknoga? En is die noga in gelijke stukken gehakt? Of zijn die kleine stukjes goedkoper dan die grote? Meneer, kunt u een beetje opschieten? Wij willen ook nog iets bestellen. Ja, precies. We staan hier al een kwartier te wachten. En ik moet mijn kleinzoon ook nog van het station halen. Maak gewoon een keuze. Bah! 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 Driewerf bah! Meneer, neemt u alstublieft die toverballen. Nee, nee, die zijn veel te duur. Geef me nou maar gewoon die toverballen. Ik betaal wel. Dan zijn we tenminste van dat gezeur af. U betaalt, mevrouw? Ja. Doet u mij dan maar 3 zakken toverballen, alstublieft. Egbert! Waarom draag ik 2 koffers en jij helemaal niks? Niks? Niks! Ik draag mijn ukulele! Ik ben Egbert, een hele coole gast. Ik ben Egbert, van mij begin. Egbert. Jochie! Weet je nou onderhand al waar je naartoe wil op vakantie? Ja, ik wil naar IJsland. Lijkt me leuk. Want dan kan ik lekker ijs eten. IJsland? Of nee, nee, ik wil naar China. Daar hebben ze sinaasappelen. Die zijn oranje. China. Nee, ik wil naar Spanje. Want Spanje, daar rijmt op oranje. Egbert. Jochig. We lopen gewoon naar de trein en dan kan jij ondertussen nadenken waar je precies naartoe wil. Nadenken, 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 nadenken. Brutale vlegel! Altijd hetzelfde met dat stomme joch.
toen zei ze dus van wel. Nou ja zeg. Dat verwacht je dan niet? Nee. Hallo dames. Hoi oma. Hoi lieve schatten. Wat heb je daar voor lekkers? Toverballen. Zo. En of ze lekker zijn, moeten we nog uitproberen. En voor u heb ik bonbons meegenomen. Oh, wat heerlijk. Kijk eens, handterpralines. Daar ben ik dol op. Dit is echt lekker. Ja. Nee, nee, nee. Nu niet gaan snoepen. We gaan zo eten. Oh ja. Wij zullen ook wel zo gaan eten. Ja, wij ook. Ik loop maar even mee. Doen we wel spelletjes middag woensdag? Ja, gezellig. Ja, okay, leuk. Dag Isa, dag Tony. Doei. Doei. Laat ik er maar eentje nemen. Nee, toch maar niet. Ze hebben buiten op de grond gelegen. Straks word ik nog ziek. Maar ja, ze ruiken zo lekker. Vervelende klier! Trek een nadenken waar ik heen wil. Denk een nadenken naartoe gaan. Egbert! Belger! Weet je nou al waar je naartoe wil? Nou ja, ik dacht dus Australië. Ja, want daar heb je van die kangaroes en zo van doink, 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 doink. Kom maar in mijn buidel, kom maar in mijn buidel. Maar dat was je niet in natuurlijk, dus toen dacht ik, hé, Amerika! Dan heb je van de cowboys, de koeienjongens, die zitten op een paard. Zo van, hing, 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 hing. Oeh, ik pak je met mijn lasso. Hing, hing, hing. Commissaris, commissaris, u moet me helpen. Danique is weg. Wie is weg?